Hazen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van een helder tot een biel. Hij had geen geld, hij was geen held. Hij hield niet van het krijgsgeweld. Verbetter was hij wel in hart en ziel. Ja. Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden: Jan, kom, speel op je trompet. Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Okay. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van Better was hij wel in hart en ziel. De prins pak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag, de blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die aan Klaassen zag, die bij de stadspoort zat en 100 liedjes speelde voor de kinderen van de stad. Allemaal uit Amsterdam. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van een helder tot een priel. Hij had geen geld, hij was geen held. Hij hield niet van het krijgsgeweld. Klaassen zei vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij. Maar het leger is nooit teruggekeerd van de mokerij. Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft. Maar alle kindjes kennen hem, want hij is niet dood.